We zijn hier voor de omroep Vestrock. Nou, het was een energiek optreden, niet normaal meer. Ja, het is ook wel lekker dat het... Ja, dankjewel trouwens. En het is ook wel lekker dat het publiek lekker... Ja, de sfeer zat er goed in. En dat, ja. Ja, je had ze helemaal mee. Ja, het ging lekker los. Ze hadden zin om te springen. Dus ja, dan wij ook. Ja. Ja. Ja, maar dat was een heel verrassende act op een gegeven moment dat je jas wegging. Ja, dat is meestal tijdens Finity George. Ja, dan trek ik de jas uit en dan... maar ja, soms ook niet, maar het gaat erom van... Als het publiek goed meedoet, dan hebben we dan... Ja, het is een soort van interactie. We doen het niet alleen, zeg maar. Je doet het gewoon met z'n allen, met heel de tent. Dus zodoende, dan wil ik hem ook wel lekker uittrekken, want dan gaan we de feestje op. Nee, het was echt geweldig. En het publiek dat ging... In het begin dacht ik eventjes zo van... Oh, ze moeten nog naar de tent toestromen. Maar op een gegeven moment zat de tent vol. En dat was echt enorm. Ja, ik merkte gewoon toen we hier aankwamen en liep even over het terrein dat het gewoon een hele gezellige sfeer was. Dus we hadden er zelf al zin in van tevoren. En we zagen ook wel bekende gezichten van mensen die we vaker zien. Dus dan weet je ook dat je sowieso wel tegen vooraan een rij hebt met mensen die het allemaal sowieso heel tof vinden. En heel veel dingen mee kunnen doen. Reageren de mensen in het hele land op deze manier? Niet overal. We hebben wel eens optredens waar het heel moeizaam gaat. Of dat mensen gewoon meer staan te kijken. Maar zolang ik vind het belangrijk, vind ik zolang ze gewoon genieten. Soms zie je mensen wel met een biertje, maar die geen zin hebben in die drukte of zo. Dat is ook prima. Alleen is het toch iets minder leuk dan toch? Ja, we stonden denk ik 2 maanden, 3 maanden geleden stonden we in Assen. In Club 11 of zo. 11. Ja, Club 11, oh ja, 11. Allemaal bierbekers naar ons toe gegooid van pubers. Dat is een puberfeestje en die stonden allemaal met middelvingertjes en lege plastic bekers te gooien. En toen vroeg die manager van, hebben jullie niet wat harder? Dus wij van, je hebt ons geboekt, je weet wat voor muziek wij hebben. En zei, stop er dan maar zo mee. Dus dat was een beetje voetbal, maar ergens wel grappig. Ergens was het wel leuk om ook een keertje mee te maken, uitgejoeld worden of zo. Maar toch, dit is wel leuker. Ja. Het lijkt me dat dit inderdaad ook voor je motivatie een stuk beter is. En ik hoorde dat jullie ook fan, of in ieder geval jij, heel erg fan van Jules Zilder bent. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, vanaf jongs af aan ging ik altijd met mijn vader naar Sparta. En toen had je een man dus er is een klein verhaaltje achter, Sjaak Verhoeven. Die had een runnende café in Vlaardingen en die had daar een soort van skyboxen. Die was sponsor. En die vroeg van, willen jullie een keertje mee, gewoon maar dan in de skybox, zeg maar. En daar zagen wij Jules Dilder. En toen ik 11 was of zo met Jules Dilder op de foto. Ik vond het tof. Hij had altijd heel mooi leer pak aan. Hij zag er altijd heel netjes uit. En zijn gedichten, ze spreken altijd gewoon duidelijke taal. Dus ja. Hebben jullie nooit de neiging om de gedichten van Jules Dilder en jullie muziek te gebruiken? Nou ja, Jules Dilder is een inspiratiebron van mij. Dus ik vind zijn werk gewoon heel erg tof. En hij is zeker van, een inspiratiebron. Dus misschien onbewust neem ik toch wel een stukje Rotterdam met de licht mee. Zeg maar, ja. Over Rotterdam gesproken, dat is natuurlijk een havenstad. Bekend als een rauwe stad. Ja. Een directe stad, dat de mensen daar heel direct zijn. Klopt dat in jullie muziek ook op die manier? Hij draait er niet echt omheen, denk ik, qua teksten. En het is wel een soort van, denk ik, gelijk duidelijk waar we naartoe willen met het publiek, zeg maar, als we beginnen. Na het eerste gedichtje komt gelijk de beat erin. En vanaf dan is het gewoon gaan. Dus ik denk wel dat het direct dat mensen het gelijk snappen, hoop ik. Oké, hartstikke bedankt. En veel succes verder.